Wethouder Javier Cornelissen en projectleider Helene Esheus hebben samen de officiële aftrap verzorgd van de aanleg van Doepark De Hagen. Dat deden zij door zaadbomen te strooien in het Hagenpark, de plek waar het Doepark gaat komen. Het is een fantastische dag en ik ben onwijs blij met zoveel mensen die hier staan. En heel blij dat de wethouder het park heeft geopend. Dus dat we kunnen gaan starten met de werkzaamheden. We gaan als eerste beginnen met de natuurspeeltuin. Dus dat is een natuurlijk spelen voor kinderen. Eigenlijk een beetje van 0 tot en met 12. Dus we gaan twee gedeeltes maken. Eén voor kinderen van 0 tot en met 6. Dat die veilig onder toezicht oog van ouders of wie dan ook kunnen spelen. En daarnaast nog een speeleiland voor oudere kinderen die op hun eigen niveau lekker kunnen klimmen en klauteren en actief bezig kunnen zijn in de natuur. Er komt ook een bewegen- en beleeftuin voor ouderen, maar dat is wel in een andere fase. In eerste instantie gaan we nu met de natuurspeeltuin starten. Aansluitend gaan we de buurtmoestuin starten. Daar kunnen natuurlijk ook ouderen zeker een rol spelen, dat hopen we ook heel erg. En aansluitend gaan we dus die bewegen- en beleeftuin maken. Volgens mij heel mooi het initiatief wat Stichting het Natuurhuis heeft om hier een doepark te realiseren. En dat ze die ruimte ook krijgen nu van de gemeente om hier een mooie groene oase midden in de stad te maken. Het past ook heel mooi bij Almelo. We zijn Almelo, de groene en blauwe stad zijn we eigenlijk. Hè. Veel water en veel groen hebben we hier al gewoon. Veel dankzij de Graaf. Maar je loopt hier zo naar de Graaf en Allee toe. Maar het is wel mooi dat hier nou in het centrum dit park echt een groene oase gaat worden. Ja. Het sluit mooi aan bij het karakter van deze stad. Ja, wij hebben hier een mooie binnenstad waar het goed vertoef is. Waar ook nog heel veel wordt geïnvesteerd en heel veel wordt gedaan. Het water wordt teruggebracht in de stad. En je loopt hier zo en het is bijna uniek. Ik denk in heel Nederland dat wij een stad hebben waarbij je vanuit het winkelcentrum binnen 5 minuten gewoon eigenlijk in het bos en in het groen rondloopt. Die zaadballen, wordt dat nog wat? Of, Ja, dat is leuk hè? Ja. Nou, het is waanzinnig leuk ook om dat samen met kinderen te maken. Maar je maakt dus een bal van klei en van aarde en daar doe je dus de zaden in. En die gaan dus door de regen gaan ze open en dan krijg je inderdaad echt gewoon nieuwe planten. En dat is heel goed voor de biodiversiteit hier in het park. We willen dus heel graag deze groene grasmat, dat we daar echt veel andere soorten terugkrijgen. Dus andere bloemen en planten die echt vlinders en bijen aantrekken. Dus dat het echt goed is voor de natuur. Ik hoop dat we met z'n allen de schouders eronder gaan zetten en dat we hier een heel mooi park voor elkaar gaan maken.